Nou, de belangrijkste conclusie vind ik zelf dat Balkenende voor zijn laatste kabinet met de Partij van de Arbeid en ChristenUnie eigenlijk de verkeerde premier was. Wilco Boom is politiek verslaggever voor het Radio 1-journaal, een bekende op het Binnenhof. Onlangs schreef hij het boek De Val van Balkenende. Hij interviewde meer dan 30 mensen uit alle gelederen van het CDA en andere betrokkenen, zoals Wouter Bos en André Rauwvoet. Hieruit blijkt onder andere dat Balkenende bij voorbaat zijn twijfels had bij zijn eigen laatste kabinet. Al op de verkiezingsavond in 2006, toen door de uitslag duidelijk werd dat een kabinet van CDA en PvdA en een derde partij, dat zo'n kabinet onvermijdelijk werd, dat andere opties niet konden getalsmatig. Toen zei Balkenende al tegen mensen om hem heen dat het met de Partij van de Arbeid jaren van stilstand zouden worden. Nou ja, daar kun je al uit afleiden dat hij het niet zag zitten. En ook Herman Wijfels, de informateur van het kabinet, heeft tegen mij gezegd dat hij tijdens de formatie kon merken, tijdens de onderhandelingen, dat de onderhandelaars van het CDA, en dat waren natuurlijk Balkenende en als tweede man Maxime Verhagen, dat die er eigenlijk met tegenzin zaten. Balkenende kreeg in zijn laatste kabinetsperiode niet alleen kritiek van de oppositie, ook binnen de coalitie werd hem een gebrek aan regie verweten. Ik denk dat Balkenende in zijn algemeenheid nogal afwachtend was als er sprake was van spanningen in de coalitie. Pas op het allerlaatste moment zich met dossiers ging bemoeien als de spanning al heel hoog was opgelopen. Ik weet nou niet of dat nou echt een punt is van geen regie voeren. Het is meer ook dat hij altijd en vooral de laatste kabinetsperiode in de eerste plaats de premier van het CDA was. Zijn voorgangers Kok en Lubbers, daarvan zeggen vriend en vijand, die waren premier van iedereen. Herman Wijfels, ik noem hem al even, de kabinetsinformateur, die zegt bijvoorbeeld Lubbers, die zou dat hele Uruzgan dossier al 4-5 maanden eerder hebben opgelost. Op dat dossier is het kabinet in februari 2010 gevallen. Balkenende is toen direct opnieuw als lijsttrekker gepresenteerd. Volgens Wilco Boom was een deel van het partijbestuur meer geïnteresseerd in Camiel Eurlings voor deze plek. Een deel van het partijbestuur, die hadden liever Camiel Eurlings als lijsttrekker gehad. Ik heb van iemand de geheime notulen van die bestuursvergaderingen toegespeeld gekregen. Daar blijkt dat ook uit. Mensen hebben dat ook achteraf tegen mij verklaard. Een aantal mensen in het partijbestuur wilden dus Eurlings. Partijvoorzitter Van Heeswijk zei in het partijbestuur, ja, Eurlings wil niet, die is niet beschikbaar. Maar later bleek dus, en dat heb ik kunnen vaststellen, dat niemand ooit Eurlings met zoveel woorden heeft gevraagd of hij wel lijsttrekker wilde worden. Nou ja, op 20 februari is Balkenende dus in die situatie weer opnieuw als lijsttrekker aangewezen. Partijbestuursleden dachten, ja, Camiel wil niet, Balkenende wel, dan nemen we Balkenende. Terwijl Eurlings pas een week later heeft besloten dat hij uit de politiek zou gaan. Dus als ze het hem eerst gevraagd hadden, had hij het misschien wel gedaan. Maar op die vraag wil Eurlings overigens niet ingaan. Dus eigenlijk zullen we dat voorlopig niet weten.